Hallo allemaal en welkom weer op een nieuwe vlog. Mijn naam is Steven Remus en welkom weer op een gedeelte van mijn leven. Vergeet al zeker geen blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn channel. Ik sta hier nu aan de tankstation van Kuipers. Ja, natuurlijk. Mijn boeleken heeft dus ook drank nodig. Dan gaan we die eens even geven, hè. Pomp 3. En voilà, ik kan gaan tanken. Dan pakken we weer al diesel en dan gaan we nog eens proberen om een gelijke getal uit te komen. Het is nog niet bijna vol. Ik kon nog niet naar boven komen. Nu wel, nu wel. Nu gaat hem trekker afspringen. Gaat er een rondgetal zijn die afneemt? Oh, net niet, net niet. Jammer. €42,01. Yeah. Ah, wel, ja. En nu ja, dat is al frisjes al deze morgen. Het is wel fris, moet ik wel zeggen. Nu op weer naar mijn wijk toe. Dan hebben we wel in Sint-Ruin, niet meer naar Sint-Joris, jammer genoeg. En nogmaals, excuseer als er nog wel weinig vlogs zijn online gekomen. Maar daar ga ik weer al mee aan de slag. Tot straks, yo!
Ja, ik ben terug van bewellen hier in Sint-Truiden. Ik ben nu terug thuis. Ik heb al lekker gegeten. Dankjewel weer al voor een fantastische avondmaal, mama. Dankjewel daarvoor. Jullie hebben het al hoogstwaarschijnlijk gezien. Oh, ik dacht dat daar iets achter mij zat. Met dat puntje hier. Ja, jullie hebben het al gezien, hoogstwaarschijnlijk. Ja, dat minnewagen is weer al binnen. Derde week al. Ik ga weer in. Ik ben al 3 weken met een auto al kwijt. Het begint ook al serieus te ergeren. Ook op vrienden van mij willen heel graag afspreken bij mij. Maar het probleem is, ik kan niet naar hun gaan omwille van ik heb geen vervoer. Gebrek aan openbaar vervoer, hoor ik jullie al zeggen. Ja, oké, dat is goed. Enkel reis dan. Hoe ga ik dan terug thuis? Want ik wil dan naar daar gerust op mijn gemakje dan blijven tot een uur of 9, 10 s'avonds. En rond een uur of 10 s'avonds rijdt er geen bussen meer richting Alken, jammer genoeg. Dus het wordt weer al even weer thuis zitten tot ik weer al goed nieuws krijg dat mijn wagen is hersteld. En dan ga ik sowieso proberen een meeting. Dan heb ik een date in Vilvoorde. Die wil ik helemaal rondkrijgen. Dan wil ik ook nog. Dan ga ik ook nog daten in Nederland. Ik heb daar ook nog 2 meisjes leren kennen. En ja. Gewoon. Ik heb altijd eerst gezegd, kijk, we gaan eerst op vriendschap proberen en dan kunnen we nog wel bezien als het een relatie wordt, ja of nee. Maar ik ga ook nog sowieso zeggen wat ik ook gedaan heb op Bewel hier in Sint-Truiden. Flesjes ontkurkt. Ja, van, niet van Jupiler, maar wel van Alke Maas. Dus, gedeelte. Ik weet niet wat voor bier dat was. Ik moest het gefilmd hebben. Ik moet toch. Ja, voor de rest ja, heb ik niet meer veel te vertellen. Ik ga nu rustig mee klaarmaken om naar tv te kijken. Om, ja, weer al thuis te zitten. En, ja. Ik ben wel blij dat ik met iemand weer al heb gesproken. Ik noem geen namen. Het was wel weer al een tijdje geleden. Toppie, dankjewel daarvoor voor een, nog een geweldige gesprekske. Het is maar een gesprekske geweest. Wat kleintje. Maar het heeft het gedaan. Dankjewel daarvoor. Nu ja, ga ik hier al afronden. Maar nog niet beëindigen. Het kan zijn dat ik nog zelfs mijn auto kan gaan halen. En dan ga ik dan ook nog wat filmen. Dus, we zien wel. Ik heb dus nog geen salu zeggen. Tot straks. Yo. Ja, jullie zien het. Ja, ik heb een hondje. En hier ook. En ik heb nog ergens eentje. Nu denken jullie, ja, maar dat is allemaal geen serieuze geweest. Het is op dezelfde vinger. Ziet? Hier ook. Aan de zijkant. En dan dit. Die vinger is helemaal kapot aan het gaan. Nee, het kan zijn dat ik zelfs nog, als ik mijn auto heb natuurlijk, dit ga doen. Pokémon Girl, Pokémon Girl, Pokémon, Pokémon, Pokémon Go! Let's get him all! Ja, ik had even gezien om iets onnozel te doen. Nog een dik 2 maanden en dan film ik hier niet meer. Nee, dan film ik hier in deze kamer niet meer. Jullie denken, huh? Oeh, gaat je dan geen vlogs meer maken? Nee, ik stop met vloggen. Nee, ik stop met vloggen. Salut, dit is de laatste vlog geweest. Nee.
Ik ga dus binnenkort verhuizen, een goede dik 2 maanden, naar de nieuwe appartement wat jullie ook al hebben gezien in de vlog. Maar ik geef de adres niet weer. Waarom niet? Omdat voor de haters bij mijn thuis, of eigenlijk de buurt, zo rustig mogelijk ook nog altijd te houden. En dat de buurt niet op stelte wordt gezet door haters van YouTube. Ah, ik weet waar de Psycho TV woont. Kom, we gaan daar eens iets leuks doen. We gaan daar schreeuwen, we gaan daar fun maken. En dan begint ook weer al de ganse buurt daar weer al, wordt daar rabatant van, omdat er lawaai is en dan. Ik wil rustig kunnen leven. En daarom dat ik dan ook niet ga zeggen waar ik ga wonen. Momenteel staat nog op mijn website waar ik nu nog verblijf, dus bij mijn ouders. Maar binnenkort niet meer. Oh, dat wordt. Oh man, dat is spannend. Spannend. Tot straks. Yo.